zijn op de verkeersleidingspost in Zwolle, aan het station ook in Zwolle. Wat je hier om je heen ziet, dat is de seinzaal. Het leuke aan treinsleider zijn is eigenlijk ook de verschillende werkplekken. Dus je hebt iedere keer een ander baanvak waar je dienst doet. En de onverwachte dingen die toch kunnen gebeuren. In principe is geen enkele dienst hetzelfde. Dus juist die onverwachte zaken, dat maakt het spannend en leuk. Goedemiddag, mijn Natasja, treinsleider Zwolle, over. Ik kreeg een melding binnen dat tussen Zwolle en het Harde een schaap langs de baan liep. En dan gaan wij dus aangepast rijden, zeg maar. Dat noemen we met een aanwijzing voorzichtig rijden. Dus dan gaan we de machinisten die nu dat baanvak gaan berijden een aanwijzing meegeven. Dat ze op die kilometrering 40 km per uur moeten rijden en rekening houden met een schaap langs de baan. Maar ook hulpverleners die daar dan ook aanwezig kunnen zijn. Wij zorgen hier voor een vooral veilige treindienst. Wij bieden rijwegen aan verschillende vervoerders. En als treinsleider zorg je ervoor dat de omroep ook de juiste informatie krijgt, zodat zij de informatie kunnen verspreiden aan de reizigers. Buiten de treinsleiders om zitten ook brugwachters, omroepmedewerkers, reisinformanten, DVL, dat is een decentrale verkeersleiders. Die zit ook op de seinzaal. Goedendag, mijn Natasja, treinsleider Zwolle, over. We bekijken of alles volgens dienstregeling gaat, of er geen vertragingen zijn. Zoals je hier ziet, komt er een trein aan, dat is het gele lijntje. En groen, dat zijn eigenlijk de rijwegen die wij zeg maar veilig hebben gezet. Dan ziet de machinist buiten een seinkleur en dan kan hij gaan rijden. Nou ja, je houdt natuurlijk ook in de gaten of de wisselsporen, of daar geen gekke dingen mee gebeuren, zodat de treinen gewoon een normale dienstregeling kunnen rijden. En als er dan vertragingen zijn, dan speel je daarop in. Ik ben eerst begonnen in Leeuwarden. Daar wilde ik eigenlijk conductrice worden. En daar was wel het beleid, je moest onderaan beginnen, dus in de schoonmaak. Dus ik heb treinen schoongemaakt, bron onderhouden, noem maar op. En toen kreeg ik de kans om als omroepster te beginnen. Daarna, vroeger bestond er een functie assistent treindienstleider. Dat gebeurde toen nog met een ouderwetse bediendtableau, zo noemden we dat. En later in 1998 is het gedigitaliseerd en sindsdien werk ik zelfstandig als treinsleider.